Tim, je wordt hier niet blij van. Nee. Ja, het is wel een mislukking. Ja. Welkom terug, mensen. We zijn op zoek naar een nieuwe stagiair, want er is nu niemand behalve wij in deze kamer, toch? Ja, niemand van belang. Nee, dat sowieso niet. Ik zie hem niet. Nee. Mocht jij nou heel leuk vinden om dit te editen, want kijk, het gaat nog niet zo heel goed, Tess. Nee, we zijn nog een beetje hout terug, toch? Nou, zo haal je toch ook niemand over om hier te komen werken? Ja, maar die kan het toch mooi maken, deze Ja, dat is wel waar. Er ligt veel werk. Tim is best aardig. onze onbelangrijke stagiair lacht. Je kunt even op onze socials kijken, daar is facturen vinden. Of op LinkedIn ook, kan je ook even kijken. En, 400 piek per maand, hè? Ja, dat is gewoon zo. Ja. Kan je lang over lullen, maar het is gewoon zo. Dus wees welkom om bij ons te komen werken, als je dat leuk vindt. Ja, Snijboon. Ja. Goed je weer te zien. Dankjewel. We zijn weer terug. We hadden heel veel vakantie. Schitterend decor. Ja. Deze konden we natuurlijk... Ja, dit moet. Deze moet. Wat is de vraag die heel veel mensen, denk ik, hebben op dit moment? Gaat Steven Berghuis het redden bij Ajax? Ja, precies. Ik ga nog niet antwoord geven. Mm-hmm. Maar ik vind het een interessante vraag. Omdat Ten Hag gaat vasthouden aan Haller. Die voel ik heel erg aankomen. Terwijl Tadic in de spits en dan hele bewegelijke flanken met Berghuis Anthony of Berghuis Neres of Neres Anthony, whatever. Zou ook wel heel interessant zijn. Ja, maar ook juist met dat linkerbeen van Berghuis en dan wel Haller, zou ook zomaar eens de redding van Haller kunnen ja, zijn. Ja, dat is leuk. De belangrijkste vraag is wie gaat spelen, Anthony Neres of Berghuis? Ja. En dat kunnen wij zelf niet beantwoorden. Nee. Dus kijken wij, zoals elke week, in Voetbalmanager om te kijken wat het antwoord op onze voetbalvraag. En dan wil ik ook nog een oproep om naast dat je kan solliciteren, kan je ook abonneren op dit kanaal. En ook reageren. En reanimeren als je iemand op straat ziet liggen die doodgaat. Ja, dat doe je dus dan zo en dan... Ja. Op dat stenen live nummer. Ja. Ha, 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 stenen live. Ja, en dan kan je dus zomaar iemands leven redden. Dat kan je ook doen. Dus we gaan een jaar of 5 vooruit. Berghuis is natuurlijk al wat ouder. Ja. Dus 5 jaar vooruit kijken. En dan gaan wij zien of het verblijf van Steven Berghuis bij Ajax succesvol te noemen is. Zeker. Let's go. Welkom op 29 november 2025. Daar zijn we weer. Je ziet er goed uit. Ja. Laten we er maar gelijk induiken. Steven Berghuis speelt bij... De Zandbak. Bij Al Zat. Oh, Steven Berghuis. Hij is fysiek niet heel goed meer. Nee, maar dat is hij nu toch ook niet of wel? Even serieus. Hij verdient 4,87 miljoen per jaar. Mm-hmm. Hij heeft nog lekker 2 jaar resterend op zijn contract. Dit seizoen 12 wedstrijden, 2 doelpunten. Maar eigenlijk willen we natuurlijk vooral weten, hoe is hij hier beland? Hoe is het bij Ajax gegaan? Oh, mijn hemel. Kale statistieken, Snijboon. 18 appearances zou je kunnen verwachten. Ja. Daarvan 2 in de basis. Dat zou je niet kunnen verwachten. Nee. Dat is heel erg weinig. Maar als ik dit zo zie, Snijman, dan vraag ik me af waarom hebben ze hem gehaald. In totaal 7 basisplekken bij Ajax. Ze halen wel hun geld eruit, want het is Marco Overmars. Ja. Dus voor 6,25 miljoen vertrekt hij naar Al Zat, maar dan is hij er zo ver weg. Ja, maar dan... En daar doet hij toch even ongelooflijk. Kijk even naar de statistieken. Maar hij is ook veel te goed voor de Zandbak. Ja, wint hij bij Ajax wat? Want ik vind dat ook nog wel relevant. Want als ze daar dan de Champions League winnen... Ja, ja. 2 keer kampioen. 1 Johan Cruijffschaal, 1 Nederlandse beker. Maar ja, is het zijn kampioensmedaille? Denk het wel, officieel. Ja. Kunnen we kijken hoe ze het in de Champions League gedaan hebben? Of kan dat niet? Dat kan. Champions League, Rennes, Barcelona en Juve. Winnen van Barcelona, heeft hij daar gespeeld? Of hij gescoord heeft in ieder geval? Nee, Anthony, ja. Anthony, zie je wel. En Neres. Ja. Neres. En ze gaan niet door in de Champions League. Euroleague wel. Hij speelt niet echt een rol van betekenis, hoor. Het is helemaal niks, Tim. Seizoen erop. Anderlecht en Sporting. Kijk eens. Tim, je wordt hier niet blij van. Nee. Ja, het is wel een mislukking. Ja. Ik vind het echt erg jammer, Snijboon. Ja. Ja, Steven Berghuis, Tim. Ja, maar... Ja, ja het is gewoon... Ja, het is, hij heeft ook stafeigenschappen. Oh, dus hij wil verder in de... Hij is trainer. Hij tactiek 1 en verdedigen 1. Dus hij heeft dan een tactiekblaadje, een versnipperaar. Dan doet hij hem er doorheen, toch? Ja, ja, tactische kennis 2, onderhandelen 1. Maar gaat dat dan als je binnenkomt? Ik wil geld, ja. Hij heeft ook zoveel kennis van Qatar. Hij wordt de nieuwe Ronald de Boer, hè? Serieus. Ja. Dus ik zie hem al met zo'n... Met zo'n tulband om. Ja, precies. Ja. Ik wil zeggen theedoek, maar dat doe ik maar niet. Nee, toch gedaan. Ja. Ja, knipte maar in. Maar er is geen stagiair. Oh nee. Dus die tulband blijft er gewoon in. Integraal zijn we dit dus uit. Ja, dus ik... Kijk, we hebben echt een stagiair nodig. Ik breng mezelf echt in de problemen, mensen. In de penarie. Ja, echt. Echt waar. Oké, Tim, ik wil graag met jou gaan concluderen over de rare loopbaan van Steven Berghuis. Ik wou
verhaal hiervan. Op wat voor manier? Nou, ik had het een heel erg mooi verhaal gevonden als hij een grote meneer zou zijn geworden bij Ajax. Ja. Dat had ik echt mooi gevonden. Ja. Want kijk, dit is een dappere keuze, hè, mm-hmm, van hem. En mm-hmm, het is stoer dat hij het doet. En er zijn ballen voor nodig. Ja. Maar als je dan ook nog kan presteren, zou ik dat nog knapper vinden. En ook wel een soort van dikke vinger naar alle Feyenoord-fans, toch? Hij haalt het wel echt niet, hè? Nee, hij haalt het echt niet, nee. En dit is wel een van de scenario's die wel gewoon er ligt. Dat hij gewoon echt niet voor Anthony en Neres komt. Nee. En dat hij toch een beetje gaat afdruipen misschien. Nou ja, ik kan me voorstellen dat hij sowieso boven Neres in de pickorde staat. Ja. Omdat Ajax al een beetje een soort mentaal afscheid heeft genomen van Neres. Ja. Die mocht al langer weg. Maar Anthony, die gaat gewoon straks voor 60 miljoen weg, weet je wel. Dus daar kunnen ze geen risico mee lopen. Ik vraag me ook heel graag wat voor garantie hij heeft gehad. Maar kijk, hij haalt het gewoon niet bij Ajax. Kiest eigen voor zijn geld. Ja, gouden eieren. Hij denkt dan ook van, oké, ik heb dat bij Feyenoord geprobeerd. Weet je, ik ben naar buitenland gegaan, dat is niet gelukt. Ik heb Ajax geprobeerd. Ook niet gelukt. Ik krijg allemaal maar de rambam. Ja. Ik ga gewoon harken. Gewoon met mijn hark in zo'n zandbak spelen. Ja, hij heeft zo'n hele grote hark meegenomen. Ja, ja. En dan legt iemand daar allemaal briefjes. En dan loopt hij er zo met zijn hark zo langs. En dan stopt hij allemaal in zijn achterzak. Ja, precies. Ja. Nee, dit is jammer. Ja, dit is jammer. Ja. Maar dit is ook hoe het leven is. En dit is hoe het gaat zijn. Ja. Oké, dankjewel voor je komst. Abonneren, reageren, solliciteren, ja, reanimeren. Ja. We gaan nu weer wekelijks doen, hè? Ja, we gaan wekelijks weer doen. Maar als we een stagiair vinden. Ja, want echt, hè? Ja, 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 ja. Je kunt altijd even ideeën voor nieuwe afleveringen hieronder achterlaten. Vergeet niet, we doen meer dan alleen de Eredivisie. Dat is wel interessant om nog even te benoemen. Ja. Want normaal gesproken deden we eigenlijk altijd Eredivisie. Ja. We hebben besloten, er kwamen heel veel leuke aanmeldingen die niet allemaal met Eredivisie te maken hadden. Ja, precies. En toen dacht jij? We gaan ervoor. Ja, ja. Dus dat hebben we gedaan. Wij zien jullie volgende week weer. Je kunt ons ook altijd op zondagen zien. Dan maken we een podcast. En ik vind het leuk dat jullie er weer zijn. Waarom ga je niet met de lift? Abonneren, verdomme! Ja, dat is het!